Hallo mensen, welkom bij deze exotische nieuwe wereld. We gaan hier vandaag eventjes kijken van welke huizen deze zijn en zo van kijken van hallo. Hallo beste mensen van Zelda Player 20! Nee. Nee, gewoon niet. Nee. Oké, sorry. Ik ben er weer. Het is mijn intro! Ik ben hier samen met... Maiders, ja, de Towler, hè. En Dutch Gaming Nation. Xela Creations, goedendag. En Team Maestro. Sorry, ik kom niet later. Goedemiddag, daar ben ik weer. Ha, dat klinkt veel beter. In de vorige aflevering hebben we iets leuks gehad. Dat is namelijk weer een weekje geleden. En ja, helaas is het deze week sad stuff gebeurd wat betreft het voetbal. Maar we hebben één leuk dingetje. Het is geen 3-0 geworden. Nee, het is geen 3-0. En dat betekent, dames en heren, wat betekent dat? Wat betekent dat? Tot er hier eentje heel erg hard aan het rondrennen is van... Nee. Nou heb ik een hele belangrijke vraag. Heeft er iemand een bucket met lava? Want anders ga ik die even heel snel halen. Nee. Nee. Oh, dat is niet erg. Ik ben er zo... praten jullie maar heel eventjes de boel vol en ik ga eventjes een emmertje lava halen. Nou, ik kan het laatste, hè. Nee, ja, ik wil wat vertellen. Nee, ik wil maar... Sorry. Maar goed. Ik kijk een hoofd. Maar goed, hoe voel jij nu dat jij het straks een beetje heet onder jouw voetjes krijgt? Het is altijd al heet onder mijn voeken. Ja, je voeken. Onder mijn boeken! Nee, nou zijn het weer boeken! Ja. Kijk, het is natuurlijk. Ik ben natuurlijk een professionele stuntman. Dus ik ben dit soort dingen gewend. Ja. Maar ik moet zeggen, die keer in Vancouver ging het bijna mis. Ging het bijna mis? Vertel, leg uit. Ja. Het was 1971. Zo. Het is alsof je het uitlegt toen wij alsof we geïnteresseerd zijn. Nou, ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd. Ja, laat maar. Ik weet alweer waar ik sta. Nog niet in de lava, dat is juist het nadeel. Oh! Moest hem maken! Ja. Ja. Nou, ik heb een lekker emmertje lava. Oeh. Probeer dat niet in real life, want volgens mij overleeft dat emmertje het niet. Volgens mij overleef je het zelf dan ook niet, maar dat maakt niet uit. Dat emmertje, dat smelt gewoon weg, hoor. Nou, weet je wat het grappigste is? Is dat je het ook nog eens een keertje kan storen in een houten kist. Oh. Oké. Okay. Logica's. Met een broodje gezond verstand. Dus, emmertje lava halen in Ja, ik zat er ook al aan te denken, maar ik denk ik zal het wel niet zeggen. Ze krijgen weer high musical. En anders gaan we gewoon Disney-nummers doen. Maar dan niet van die klets van Let It Go en alles. Nee. Oh. We gaan het hebben over... Let it burn, let it burn. Nou, hier dan. Nee, ik moet erin springen, hè. Oh, jij moet erin springen. Nou, weet je wat, dan zou ik het hier even zo laten stromen. Zo, nee, hier zo. Niet. Waarom niet hier? Gewoon hier. Ah! Wie? Oh, pas op, special skeleton. Ik wil door de lava dood, niet door een zombie. Dank je. Goed, waarom mag ik het nou niet hier plaatsen? Zeg het eens. Plaats maar gewoon hierin. Heb jij nou in dat er een cave in zit? Oké. Okay. Even wachten tot het gestroomd is. Nee, laat het nou eerst even lekker stromen. Laat het eventjes tot je komen. Laat het heel eventjes... Maar... Sorry! Je stond er zo mooi niet bij! Raak. Maar goed. Maar, voor mij staan. Wat ben je zelf, player? Ik ben hier. Kijk, ga niet met een lege maag erin, dus even... Grote zon. Even eten. Bye-bye. Oh, kom je weer terug? Gezellig. Nee. Oké. Nou, ga gaan. Ik ga tellen we af. Ja, anders maak ik het gewoon dag, hoor. Oké. 5, 4, 3, 2, 1... Nee! Alex, je hebt het verpest! Ik doe het niet nog een keer! Alex, die sloeg mij gewoon daar naar binnen toe, alleen die raakte mij niet. Alex, je gaat nou dood. Nee.
Nou ja, in ieder geval, de lava die gaat weer weg. Zo. Ja, Frankie, met... gaat het? Ik wou gewoon twee keer die dead sound van jou hebben. Ik bedoel, het is zo lang geleden dat wij hem gehoord hebben. Blaze, donderop! Jammer. Vorige week nog, dat ik dood ging. Ik ga tegenwoordig nee, toen ging ik dood. Oké, okay, nou, PvP is nou weer afgelopen, want anders blijven we PvP en dan blijf ik geluidjes editen. Goed, ik ga heel eventjes zorgen voor wat... Uh-oh. Ja. Onweer. Geen onweer. Geen... Uh-oh. Apart is iets waar je... Oké, okay, het is gewoon alleen reden. Kan iemand eventjes beginnen alvast met het fixen van de nether portal? Dan, We hebben toch al een portal. Ja, maar die staat daar helemaal onderin ergens, weet ik voor waar. Ik wil deze weer gewoon back to work hebben. Oh, heeft er iemand een flint en steel? Ja, ik heb flint en steel. Maar gewoon het huisje eromheen en de dirt en alles. Ik bedoel, ja, ik het is jullie schuld dat jullie het hebben op laten blazen. Ik heb obsidian. Ik zat in de nether toen het gebeurde, dus... Nee! Kijk, dit is... Jawel. Nee, ik ren gewoon keihard hard van het dorp weg. En ik denk gewoon dan dat er 300 kilometer van het dorp af zou spawnen. Ik ga gewoon keihard hard van het dorp wegrennen. Zo, achter mij, blikseminslag. Lekker. Maak maar weer de nether portal. Zien. Oh. Alsjeblieft over onweer en bliksem. Ik wil het er niet over hebben. Oh ja, je had een leuke ervaring gisteren, toch? Jongen. Deel het met ons, Guido. 4 uur in de nacht. Ik word nooit wakker door onweer en bliksem. En wat kreeg ik vannacht? Ik weet niet wat het is, maar s'nachts, als ik wakker was voor onweer, vind ik het alleen maar stoer. Ik weet niet. Normaal gesproken sta ik dan in de polder. Ik weet het, ik heb geen idee. Ik vind het normaal echt niet verder. Daar hoef je niet voor in de polder staan, dat wist je wel. Ik bedoel, Nou, sorry hoor, taler. Ah, nee! Dat moet je niet! Dan moet je wel uitleggen, waarom? Nee, ik ga geen namen noemen, want dat vind ik een beetje zielig. Ik bedoel, iemand die heeft er toch een beetje een effort voor gedaan. Iemand wou dolgraag in Towletown komen en die had dus een video gemaakt. En die noemde de Towler de Taler. De Taler, en jij bent Celia-player. Hoezo Celia-player? Daar heb ik van diezelfde persoon niet gehoord. Ik was van mijn zus. Celia-player. Nou ja, klinkt eigenlijk best wel als een exotisch karakter, Celia. Nee. Je zou er zo een spel van kunnen maken. Ja, The Legend of Zelia. What the frick? Ik ga er gelijk even patent op vragen. Niks jouw zus, ik heb het zelf verzonnen. Nee. Zijn van de aandelen. Oké. Nou, je kunt ook aan de uitdelen komen. Oké, nou, ik sta hopelijk ver genoeg van... Pardon? Wat de hel? Je had een spin op je hoofd. Waarom had jij een spin op je hoofd? Mijn hoofd op je spin. En ondanks dat ik dadelijk, ik weet niet hoe ver weg ben van spawn of van de dingen, zou je toch zien dat ik daarna gewoon daar bij ons zou spawnen. En dat het wegrennen eigenlijk heel erg zinloos is. En zoals altijd ben ik weer vergeten mijn timer te zetten. Oh, dus tuurlijk. Ik hou heel eventjes de timer gewoon in de gaten van de opname. En dan weet ik ongeveer wel hoe lang dat ik aan het opnemen ben. Wat een complicatie. Nou, ga je gang zou ik zeggen. Nou ik krijg complicat? Heel erg... Ik krijg nee, heel dat ga ik niet. Jawel, dat ga ik wel. Ik krijg heel erg vaak reacties. Wow, baby spinnen. Nee. Oh, ik dacht dat het tornado gespand was. Ja, dat is die ook. Ik geloof je niet. Nee. Ik hoor het ding nog niet afgaan dan, bijvoorbeeld. Nee. Het is een lokale... Het is een lokale tornado boven zijn huis, zoals altijd. En, ja. Oké. Maar goed, ik krijg dus heel erg vaak reacties op voornamelijk mijn Luigi Galaxy. Of ik een compilatievideo zou willen maken van mijn funniest moments. Ja. Nou komt het grappige. Ik weet zelf niet wat mijn funniest moments zijn. Dat moet ik aan de kijkers overlaten. Dus zulke video's, ja sorry. Dan zeg ik op mijn beurt van, wees creatief en ga je gang. Ja, hey, maar funny moments van Zelda Play 20, die zijn er niet. Bedoem. Oh. Ik ben weg aan het rennen, ik ben al weg aan het rennen. Dat zou ik ook doen als ik jou was, ja. Ach, gelukkig heb je voor hetere vuren gestaan. Oh. Ah! Het eerste schreef is met dubbel R. Ja. Nou en, I don't give a flip. Ja, juist. Oh god, sirene. Hij is boven je huis. Nee.
Nee. Ja, ja. Nee. Jongens, ik zit op de grond. Het is niet in huis. Oh, nee. Even kijken. Ja. Ik ben hier gewoon even, ik heb gewoon de waypoint gebruikt, alleen volgens mij is mijn waypoint een beetje aan de verkeerde kant. Ik zie hem! Oh god! Hij gaat, oh, ik word meegesleurd. Waarom als ik niet thuis ben? Ik ben ook niet thuis, maar ik zie hem hier, hij gaat over het water heen. Hij gaat over mijn huis heen. Ja, hij gaat ook over mijn huis heen. Hadden jullie maar niet meer in de lava geduwd? Oh, ik zie hem nou om mijn huis heen gaan. Ja, mooi! Oh god, hij gaat over mijn huis. Ik zit hem hier vanuit veilige afstand te bekijken en te bestuderen. En ik moet op mijn eigenlijk eventjes zeggen dat de zuigkracht best wel nou tot mij komt. En hallo. Ziet er nice zo uit. Ah, hij neemt wel dat een en ander met zich mee. Hey, de flying debris. Zo, en hoe? Ik zit hier heel erg rustig te kijken. En Blaze Shadow become flying debris. Ja, nogal wie dus. Ja, hij ook springt nog wel een keer in. Hey. Even kijken. Wees nu een keer blij dat hij toch niet over huis heen gaat. Nee, hij is niet over mijn huis heen gegaan. Hij is over dit huis heen gegaan waar ik nou op sta. Hij is over mijn huis gegaan. Maar het stormt niet meer. Hoezo is het nog steeds die bij daar? Of ja, die tornado. Die spant als een... Nee. Touwler. Allemaal een wraakactie. Hoezo een wraakactie? Ik bedoel, hij is niet over mijn huis heen gegaan. Karma! Maar oké, het heeft dus geen nut om weg te rennen als het onweert. Hij spant gewoon bij de touwler. De touwler is gewoon... De touwler is gewoon de tornado-magneet hier. Hij is gewoon de spanpoint. Maar ja, ondertussen hebben we nog geen ene frick voor elkaar gekregen in deze aflevering. Dus dat gaat goed. Gaat lekker. Hey, rubies. Nou, wat ik van plan ben is namelijk gewoon te gaan minen. Dus, hij is al uit elkaar gevallen. Hier, ik heb weer geen schade, helemaal niks. Het enige aan schade wat ik heb, dat zijn... Ik heb nog nooit een schade gekregen. Is een kapotte, kapotte... Zal ik wat dan doen zo? Een kapotte farm? Nee, kapot... farm. Nou ja, anders was... hij was anders langs je farm gegaan, dus... Ja, maar hij is over alles van mij heen gegaan. Nou, niet echt. Nee, ik heb de meeste schade. Nou ja, je hebt een zwevend huis. Hey! Wow! Oh, ik heb wel een paar dirtblokjes gekregen, dankjewel. Hij is niet echt vol over jouw huis gegaan, hij heeft jouw huisje geschramd. Ja. Mijn huis. Ja. En jouw farm, die leeft nog gewoon, er staan gewoon 2 dirtblokjes op, 3. Ja, tuurlijk. Zijn farm doet het nog wel. Ach, daar komt eigenlijk een mutant creeper overheen en dan hebben we helemaal geen... Als jullie het wagen. Nou, ik waag het wel hoor. Is dat een uitdaging? Oh, verder is er ook nog één hele kleine wijziging. Dankzij één reactie had ik gelezen van misschien is het handig om keep inventory aan te zetten. En dat hebben we bij deze ook gelijk gedaan. Dus mocht ik weer doodvallen door iemand die mij in het lava... Mochten dus zeg maar onze grote noobs van de Modded Survival zoals Dutch Gaming Nation en Tommy, ik weet niet hoe vaak doodgaan. Hoe maakt hij ook alweer cobblestone? Hoe maakt hij ook alweer papier? Hoe maakt hij ook alweer papier? Nou sorry, maar dat vind ik ook niet zo schandalig als cobblestone! Kom op, het eerste wat je pakt in Minecraft is cobblestone! Maar een beetje Minecraft-speler weet ook hoe je... papier maakt en Wilco? Ja? Wilco, wij moeten praten. Waarom? Je hebt één foutje hier gemaakt bij de constructie. Nee. Ja? Nee. Ja? Kom eens even hier. Ja, maar ik zit helemaal in de maan. Kom eens even hier. En dan zou je maar moeten teleporten. Nee. Je loopt gewoon hier naartoe of er komt weer een emmer lava over je heen. Kom maar aan. Gewoon alle mensen. Nee joh, doe maar rustig aan, Nee, het probleem is, het zit namelijk in de Wall of Commons en dat leg ik hem dadelijk wel uit. Dat komt wel goed. Dus doe maar rustig minen, dat komt wel goed. Alleen, ik zit nou te denken, want ja, ik heb dus zeg maar heel erg veel titanium nodig en alles. Dus ik ga heel veel mensen killen. Ah, oké. Dat is ook een optie, ja. Titanium. Ik zie er toevallig eentje in de verte. Wil je weten waar de spanner is? Ja, de... Excel Creations, die had de spanner gevonden. Ja. Oh, dat is wel handig. Dat is wel handig, hè? Onze handyman. De handyman can.
En ondertussen heb ik 21 hartjes. Die heb ik al een hele lange tijd. Maar ondertussen heb ik 21 hartjes. Het heeft mijn huis heel gelaten. Nou, het is hier gewoon één grote blokfestijn hier. Ja, bij jullie wel, bij mij niet. Nee, overal ondertussen. Dus... Okay. Dat is niet mijn maar het is de hele tijd om mijn huis heen gegaan. Het is de hele tijd om mijn huis heen gegaan. Ik ga dadelijk gewoon een F3 tornado spawnen of zo. Hoe groot zijn die? Niet kleiner dan wat je... Nee, ik weet niet wat, hoeveel... Ja, ik zal wel telepad maken en dan zou ik dat wel demonstreren. Dat is wel leuk om in de modded survival te laten zien. Want die spawnen... Dat vind ik wel jammer tot die niet neutraal spawnen. Dat vind ik echt jammer. Oké. Oké. Ja. Nuttige informatie. Ja, dus voor de mensen die dat willen weten, er zijn dus zeg maar grotere tornado's als die we dus de hele tijd random spawnen. Wat wij dus de hele tijd zien is een type 1 en je hebt dus zeg maar tot en met type 5. Heb je daar trouwens niet een modded showcase van gedaan? Ja, ik heb er een modded showcase van gedaan, maar voor de mensen die dat niet hebben gezien, ik heb er ondertussen weer ik weet niet hoeveel fans bij. Misschien hebben ze die video niet gezien, dus ja, dan is het leuk om dat eventjes uit te leggen en deze uit te samen uit. Dus. Ja, dat is prima. Fijn dat je het zo rustig over denkt. Ja, graag gedaan. Ah, ik glitch! Ik glitch! Je bent een glitch. Dat heet een spiegel. Cella, waar zit dan die spawner? Ja, dan moet je mij volgen. Ja, waar ben je dan? Ik ben nu bij het dorp. Ongeveer. Oh. Als je me oh, je bent in Tornado Alley. Ja. In Tornado. Kom maar, Jan. Zie je mijn pauwtje schieten? Daar moet voor de mensen... Oh! Wie schoot er op mij? Je moet je heen. Oh, daar ben jij. Ja, kom maar. Jij schiet op mij! Nee, met mijn ultimate bow. Dat maakt niet uit. Het gaat om een principe. Dan krijg je dus juist meer. Oh, echt waar? Krijg je dan meer? Health. Oh ja? Oh. Ja, een of andere vraag iets in de oorsprong. Zullen we met een boost gaan? Hey! Ik ben een stuiterbal. Dus dat okay, vind ik de stuiterbal is wel makkelijker, ja. Geen ik bedoel, ik ben een boost. Ik heb jump upgrade en no falling damage. Maar ja, aan de andere kant, die is nogal een beetje glitchy. Want soms krijg je dus wel falling damage. Ja, ik kreeg net ook opeens falling damage. Dus als je echt helemaal falling damage proof wil zijn, dan kun je beter voor de glide gaan. Oké. Of gewoon niet als een mogol gaan rondspringen. Dat is een betere, ja. Nou, dan glide je, dus dan spring je maar niet maar moet hij wel oppassen voor deze? Waarom? Omdat deze specials kan spannen. Omdat het kan. Ja, dat kennen ze allemaal. Ja, maar dat is echt heel erg shit als die... Lucky block voor mij! Okay. Of is dat geen lucky block? Het lijkt op lucky block. Nee, geen lucky block. Nee, het is geen lucky block. Zo. Het is een zandblok! Maar hoe komt hier een random... Hoe kom jij hier? Hoe? Vertel me je geheimen. Vertel me je secrets. Hoe? Hoe ben jij hier gekomen? Hoe ben jij hier gekomen? Hoe heb je de zandblokje uit? Hé, je hebt hem gekild! Wat, die zandblok? Ja. Oké. Okay. Hier is het dichtbij. En nee, er kwam geen rest in peace komen voor het zandblokje. Rest in peace zandblokje, nu. Nee. 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 Even een flashback naar... Nee. Nee. Maar hij is gekild. Tijd voor nieuwe grappen. Het is tijd voor nieuwe... Ik ben er. Rest in pieces. Wat is dit dan? Hulkhammer. Ja, het is een behoorlijk end hier vandaan. We hebben lekker thuis, even voetjes vegen. Eventjes eten. Even lekker voetjes vegen. We zijn er bijna, dus pas maar op. Nee, je moet eventjes uitkijken bij dat Wall of Fame gebeuren, want daar komt dadelijk een hoek aan. We zijn er bijna. We zijn er nog niet. Lopen, want het helemaal. Ik haat jou. We zijn er bijna. Ik haat jou. Hier is hij. Kijk eens. Hier is hij. Hey, kijk. Een mentenspanner. Ik moest het gewoon weer doen. Het is wel een ent hier vandaan. Maar ja, dat jij nog niet die emeralds hebt gegrapt. Nee, want het span de hele tijd. Ik ging de hele tijd dood. Weet je? Nou, zo eng is het nou ook weer niet. Hallo. Span is. Ja, hij spant! Ja! Zo, dat was snel. Jij pakt mijn loot! Nee! Nice. Hij jat mijn loot. Nice. Eerst gaan jullie weer zorgen voor editwerk. Daarna jatten jullie mijn loot. Wie heeft gezorgd voor editwerk? Weet je, ik heb gewoon een veel beter idee. Rot op. Wat ga je doen dan? Ga je die spanners slopen? Yep. Waarom zou je die spanners slopen? Wat krijg je hiervan? Mag ik die hebben? Wat? Dat ding.
Welk ding? Kijk eens achter je. Oh ja, 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 ja. Dat is nodig voor dingen te maken. Waarom sloopt hij die spanner? Omdat we dan de kistjes fatsoenlijk open kunnen ja, maken. Ja, en er zit ook nog mentis-eieren in. En omdat het kan. Ja, maar je kan toch ook zeg maar gewoon een torcher opdoen, dan legen en dan... Nee. Of ja, je krijgt er essence van. Waardoor dat je spanners kan maken. Oh, die yes. Ik heb al bijna een stack. Stack wat? Stack brains? Mentis-eieren. Waarom wil je mentis-eieren? Nou ja. Oh, om wraak te nemen op de touwen. Goed idee. Hey. Eentje is juist vallen. Nee. Hey, ik zie een water dragon. Die is van mij. Oké, maar die heb ik toch al. Nee, die is van mij. Van mij. Oh, en ik ga één attack squid aanvallen. Nee. Oké, dan val ik er nog wel wat meer aan. Nou ga ik de troll uithangen. Ah, attack squid. Oké, doei. Oh, het is er maar eentje. Veel plezier. Oh, het gaat weer regenen. Moet ik helpen? Ik help wel even met schieten, oké? Waar zou je het gaan? Ja, ik denk ik doe jouw deur dicht. Dus? Het is mijn huis. Ik bedoel, we hebben keep inventory aan, dus ik neem het risico gewoon in een keer. Ik zit hem ook te schieten voor je. Ik wil meedoen. Weet je wat? Keep inventory staat aan, ik ga weg. Nu gaan we er allemaal misbruik van maken? Nee, want ik weet dat ik hem aan kan dit keer. Ja, oké. Het is er maar eentje, zeg ik al. Ja, nee, oké. Alleen het is nooit echt handig om deze eigenlijk aan te vallen in het water. Nee, klopt. Waarom? Omdat je in het nadeel bent. Dan ben je een beetje in het nadeel. Een klein beetje. Oké, hij heeft nog maar 300. Ik help je mee. Wat geven we... dinges dan, die Die token die is van mij, hè? Ik neem het risico! Ja. Als je daar maar mij ook helpt. Ja, geef hem. Met wat? Emperor Scorpion, ach hoor, ja joh. Hey, die moet ik ook nog eentje hebben. Oh, jeez. Ja! Nee! Hij is dood! Geweldig gedaan. Zullen we er nog eentje doen? Ik ben zo trots op je. Even wacht, ik zit eventjes een dingen te zoeken. Zal ik ook even opzoeken? Yay! Oh, ik ben het verzuipen, dat is niet handig. Ik help je wel even. En hij is voor jou hoor. Dat dacht ik ook. Even kijken, wat hebben we hier special? Oké. Even kijken. Heb ik hem misschien al? Heb ik hem al? Ik heb heel veel inkt. Ik heb hier de item frame gevonden. Oh, ik ben weer aan het verzuipen of niet? Nee, dat ben jij. Tommy is weer down. Ik heb een blok amethyst gevonden in ieder geval. Ja, ik ook. Hij dropt echt, ik weet niet hoeveel... hoe heet dat? Inkzakken. Ja, dat had ik ook gemerkt toen ik... Nou, Kraken... Volgens mij was het een... Ik weet niet meer precies wat het was. Een arme creeper. Ja, ik denk het is een dingstone creeper. En Blaze die maakt er dus ik weet niet hoeveel misbruik van. Misschien. Ik heb hem. Ik zag hem. Ja, hier ligt hij. Alleen die glitcht een beetje. Oh. It's a glitch. Hoe ziet dit eruit op? Piggy. Ik heb hem. En hij kan ook wel eens twee droppen, toch? Nee, hij kan er maar eentje droppen. So awesome. Want ik had een keer dat ik een tweetje had. Een tweetje? Ja, een twee in één. Een tweetje. Heb nee, maar de item twee frame of niet? Ah, dat maakt niet uit dat ik de item frame niet heb. Maar hij maakt het niet uit dat ik de item frame niet heb. Dus met dat, ik zie dat ik, Ik denk dat we hebben een kraken verslagen en we hebben dus zeg maar een tornado over ons heen gehad. Dus er is best wel weer veel gebeurd in deze aflevering. Dus ik loop gewoon heel erg rustig op mijn gemakje terug naar huis. Ja. En dan ga je mij nog wat laten zien. Oh ja, dat ding wat ik jou wou vragen om even rekening mee te houden. Dus can't keep up! Did the same change of is the server owner? Shut up, console! Ja, voor de server heb ik zo zeg maar die console window en dat staat daar de hele tijd van... Hij lijkt niet de sur niet. Maar waar ben jij omgelopen hier naartoe zeg? Jeetje.
Echt, Alex, wat ben jij omgelopen? Zee. Alex. Misschien als ik weer heel erg veel goud heb, dat ik dan misschien, heel misschien, weet je wel, misschien, zoals ik dat zeg, jeuk aan mijn rug, ja, dat zien jullie door de facecam misschien. Maar misschien, weet je wel, dat misschien wel, ik weet nog niet eens meer wat ik wou zeggen. Blijkbaar. Lucky Block? Ah ja, Lucky Blocks. Ja, je had het over goud en ik denk, ja, het enige wat je van goud kan maken, voor zover ik weet, een Lucky Block. Ja, inderdaad, wat zou je er anders mee willen maken? Ja, geen armor in ieder geval. Hé, hey, wat is dit? Weet ik nog meerdere. Ancient Dried the King's Spawn Egg Part. Uh-oh. Zo, goeie. Dat is zeg maar de sterkste baas van. Als we die hebben verslagen, dan is dat zeg maar. Dat is het ultieme goal van deze modded survival. Dus laten we het doen, yay! Nou, dat duurt nog wel eventjes, hoor, voordat we daar zijn. Jammer, sadly, but true. We hebben toch keep inventory, YOLO! Oh nee, ga maar. Oké, okay, nou, Taweltje, waar ben je? Ja, ik ben maar aan het thuis, maar ik probeer een cd op te pakken, maar die is geglitcht. Dus vind ik wel jammer, maar... Wat voor cd? Wat voor muziek staat erop? Ja, weet ik niet. Een lichtblauwe. Lichtblauw. Blues? Ja, blijkbaar. Oh. Ik ben thuis, trouwens. Mooi. Bye. Nou, hi. Waar ben je? Oh, hi. Help jezelf. Oh, snijkjes! En ik dacht er nog niet eens over na. Nee. Oké, nou, Taweltje, darkness ga weg. Dit moet een beetje korter, want deze, die moet namelijk, zo kunnen volgen. En dan staat jouw muur nou in de buurt. Het is donker, waar is iedereen aan? Want hij wordt zeg maar zo aangebouwd. Oh nee. Mijn zwaard is gejat. Oh, wacht, mijn zwaard. Daar ligt hij. Ja, dus je moet eventjes een beetje rekening houden met het bouwen. Nee. Ja. Oké, dan. Goed, nou eventjes dan om terug te komen over de comment van de dag. Heel erg slim om dat s'avonds te doen. Ja. YOLO, kip inventory is aan. Zijn jouw woorden. Ja, dat doe ik. Ja, hé, ik ben blind. Cover me. Oké, aflevering 17. Dan moet ik heel eventjes de comment er even bij pakken. Oh ja. Dat is heel erg toepasselijk, deze. Ik weet het al, lekker puh. Oké, hij is van E. Blit. En waar is mijn zwaard? Breder. Ik ben een stukje geüpgrade. Waar is mijn zwaard? Kijk. Jongens, mag ik heel eventjes stilte voor de comment van de dag? Joko. Kijkjes. Oké, hij is van E, bredere. Ik heb iemand. Hou je bek! Ja, dat is mijn zwaard. Zo, dat was heel erg luid. Sorry. Maar dan moet je wel eventjes. Kunnen jullie nou eventjes allemaal je kop dicht houden en comment voor de dag doen, ja? Ja. Stil. Zwijg. Sst. Ik heb hem. Stil! De comment van de dag is van E. Bredero en die had getypt. Pas op. Met de kraken. Dutch Gaming Nation, had jij je zwaard nou weer terug? Ik vind het heel erg. Hou nou eens even je kop! Nee. Kop! Dat vind ik heel erg toepasselijk, aangezien dat wij vandaag dus de kraken hebben verslagen vandaag. Dus ik vind het eigenlijk best wel komisch. Dus nou, in ieder geval willen jullie ook op de geweldige muur van comments komen, vergeet niet. Dit was aflevering 17, dit is dan aflevering 19 en 20, dus we hebben tot aflevering 20 hier de ruimte. En daarna wordt hij dus zeg maar verplaatst hier naartoe in de breedte. Een heel erg lang stuk tot we weer genoeg ruimte hebben voor ik weet niet hoeveel reacties nog meer. Als hij hier die rotzooi heeft opgeruimd. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Misschien kom je dan zelf ook wel terecht op de Wall of Awesome Comments. Dus dank jullie wel voor het kijken. Laat ook een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Dit was Zelda Play 20. En dat oude. En dat is Game Nation. Zelda Creation. En een beetje heel veel zombies. Ja, echt. En ik sta hier bij mijn deurbel, dus met dat sluiten we af. Deurbel! 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 Ik bel niet. Oh, doe het zelf.